Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. In deze aflevering gaan wij terug naar de Bostonius onze grote vriend Professor Sycamore, die ook in Pokémon zit, heel even te vertellen dat Targent waarschijnlijk aanwezig is in Londen en dat is natuurlijk spannend. We zijn in de Londense hangar. Ah, de Bostonius is die kant op. Juist. En met een beetje geluk is professor Sycamore al aan boord. Ik hoop dat inspecteur Grosky het in zijn eentje redt tegen de Targent. Ah, waar zijn ze naartoe? Ik kan ze alleen maar beter snel inhalen. Oké. Ik kan ze maar beter snel inhalen. Oh joh, zijn we weggerand? Wat is dit? Nee? Een garden host. Met een muntje erin. Je merkt in deze game echt dat ze de dingen echt wat iets levender hebben gemaakt, zeg maar. Dat vind ik op zich wel leuk. Oeh, een schoen gevonden. Oké, nou dan gaan we naar de Bostonius. Hey, oma Riddleton. Hallo, jij daar. Kom eens hier. Ik wil even een woordje met je wisselen. Oma Riddleton, kiboom. Hihihi, ik zag je wat beteuterd staan kijken. Je ziet eruit als een meid met puzzelproblemen. Wacht eens even. Ik ken u ergens van. Bent u Elisa... Nee, oh nee, wacht. U bent oma Riddleton. Stilte, kind. Er is een volwassene aan het woord. Aanschouw de enige, de echte, de prachtige, de helderziende oma Riddleton. Goed, nu mag je iets zeggen. Ah, hallo oma Riddleton. Hihi, de verwarde jeugd van tegenwoordig kan wel wat hulp gebruiken. Mijn trouwe bondgenoot biedt uitkomst. Wat bedoelt u? De wereld draait om puzzels. Makkelijke puzzels, lastige puzzels, puzzels waar je dol op bent, puzzels waar je nooit aan had moeten beginnen. Er zijn dan ook nog de puzzels die je later opnieuw wilt proberen, maar niet meer kunt vinden. En de puzzels die je volledig over het hoofd hebt gezien. Waar gaan ze heen, die arme vergeten puzzeltjes? Wie zorgt voor ze? Ik presenteer met trots de enige, de echte, de prachtige, de helderziende Keats, mijn kat. Oh, Keats, die ken ik nog wel. Dus elke keer dat we een puzzel missen of we niet kunnen oplossen, houdt u de kat hem voor ons bij. Zo is het maar net. Als je ooit een gemiste puzzel wilt oplossen, hoef je alleen maar even met Keats te praten. Miauw, dat is handig, dank u wel. Maar Keats is uw kat. U zult hem niet missen als hij met ons meegaat. Och, ben je mal. Iemand moet op hem letten, terwijl ik de beste modderbaren ter wereld bezoek. Hoe denk je dat ik zo mooi blijf? Lol. Wacht. Oh. Emmy? Daar ben je. Ah, Luke, sorry. Waren jullie me kwijt? Meestal loop je voor ons uit. Wat was je aan het doen? Ik kwam net... Ach, laat maar. Vertel ik straks wel. Kom, laten we de professor gaan zoeken. Daar hebben we Raymond. Ah, ik zie dat iedereen weer terug is. Ik wil dus juist beginnen aan de laatste inspectie van de apparatuur. Ik vrees dat enige tijd kan duren, dus ik hoop dat jullie nog even kunt wachten voordat we vertrekken. Neem de tijd, Raymond. We zijn nog maar net klaar met onze eigen voorbereidingen. Dank u, professor. Kan ik uw boodschappen aannemen? Graag, Raymond. Bedankt. Is professor Sycamore ook aanwezig? Ik geloof dat meneer Sycamore nog een paar feiten wilde nagaan voor ons vertrek. Hij kan ieder moment terug zijn. Ah, daar hebben we hem al. Ah, u bent er weer. Is iedereen klaar voor vertrek? Raymond is nog bezig met het schip, maar ik wil graag vertrekken zodra hij klaar is. Er is nog iets wat ik graag met u zou willen bespreken voordat we vertrekken, professor. Oh, en wat mag dat zijn? We waren vandaag getuigen van een incident waarbij de inspecteur van Scotland Yard werd belaagd door een groep schurken. De betreffende inspecteur leek te geloven dat zijn belagers in dienst zijn van Targent. Wat? Als Targent het op de politie gemunt heeft, kunnen we aannemen dat Scotland Yard op het spoor is. Scotland Yard? Donders. Dat maakt de zaak een stuk ingewikkelder. Daarnaast heb ik zelf ook verontrustend nieuws vernomen. Blijkbaar zijn er agenten in uniform gesignaleerd op verschillende Azraanse locaties rond de wereld. Ah, dat moet dus Targent zijn. Ja, ik vermoed dat ze op alle locaties die we gaan bezoeken zullen tegengekomen. Dit is zeer zorgwekkend.
Inderdaad. En ik heb een reden om te geloven dat Scotland Yard ook onderzoekt naar de Azraanse ruïnes. Wauw, ze stoppen zeker al hun mankracht in het tegenhouden van Targent. Daar ben ik niet zo zeker van. Ik zou hier graag het fijne van willen weten. Zouden jullie me willen vergezellen? Jullie goede relatie met de politie zou wel eens van pas kunnen komen. Oh, natuurlijk. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn met een organisatie als Targent. Laten we hopen dat onze angsten ongegrond zijn. Zullen we ons dan maar naar de bushalte begeven? Oh, wacht nog even. Ik ben onderweg een oude vriend tegengekomen. Miauw. Keith hier zal voor de onopgeloste puzzel zorgen. Dat is aardig van hem. Hij zal ongetwijfeld een lekker plekje kunnen vinden op de bank. Uiteraard met uw toestemming, professor. Vooruit dan maar. Raymond, zou je zo vriendelijk willen zijn om brokjes en een kattenbak te regelen? Oké, nice. Neem de bus naar Scotland Yard. Dat gaan we doen. Oeh, er staat een mevrouw. Goed, ik moet weer aan het werk. Emily, een goede reis. Wacht, Clem. Die man is onmogelijk. Dat doet inspecteur Groski nou altijd. Hij schiet er vandoor voordat je iets kunt zeggen. Ik ben bang dat hij zich vaak nogal laat meeslepen door zijn werk. Nou en of, wacht eens even. Die hoed, bent u misschien professor Layton? Ja, dat klopt. Hebben we elkaar eerder ontmoet? Oh, sorry, ik ben Emily. Clamp inspecteur Groski is mijn broeder. Wat? Ah, ik was me niet van bewust dat de inspecteur een zus had. Herschel Layton, aangenaam. En ik ben Luke Triton, zijn allerbeste leerling. Oh, ik heb van alles van over u gehoord van mijn broer. Hij zegt dat u hem met allerlei zaken heeft geholpen. Om eerlijk te zijn praat hij alleen maar over zijn werk. Als hij eenmaal in gesprek raakt met mijn man, is er geen houden meer aan. Hij bedoelt het goed hoor. Hij is zelfs helemaal hierheen gekomen om ons uit te zwaaien. Maar ja, zoals u ziet ging hij meteen weer vandoor. Kwam u uitzwaaien, gaat u dan ergens naartoe? Oh, had ik dat nog niet gezegd. Mijn man en ik gaan op huwelijksreis, de hele wereld rond. Wauw, de hele wereld rond? Ik wil ook, dat wil ik ook voor mijn huwelijksreis. Ik kan gewoon niet wachten. Waarom plan je niet ook zoiets met je verloven? Oh nee, ik heb helemaal niemand hoor. Ik heb het veel te druk met mijn taken als assistent van de professor. Ach, zolang je maar plezier hebt. Ik zit met mijn hoofd in de wolken, geloof ik. Maar kijk maar eens aan deze puzzel die ik van mijn man heb gekregen. Oeh, we gaan een puzzel doen. Puzzel 27. Een betegeld hart. Oh, we gaan weer tegelen. Oké, nou, we weten hoe dit werkt, hè. Kijken jullie met me mee? Zo. Ik denk dat we hier moeten beginnen. Ik denk dat dit zo moet. Zo dan. Nee, dat kan niet. Zo. Oh, wacht. Eerst die. Dan die. Dan die. Ja. Oh, die moet daar nog in de hoek. Nee. Chips. Die zal zo moeten. Chips. Dat ging iets te snel. Zo.
Ik heb hem. Nice. Tijd om te laten zien wat ik in huis heb. Kom maar op met de volgende. Nice. Oké. Is je niet enig? Goed, ik zal je niet langer ophouden. Succes met je werk. Ik hoop dat jullie niet te veel last hebben van mijn broer. Helemaal niet. Bedankt. Goed, we gaan er vandoor. Geniet van uw huwelijksreis. Bedankt, dat zal wel lukken. Hé, hey, dat is Chelmy. Oh mijn god, dat is Chelmy. Dat is de inspecteur in de eerste drie Harry Potter. In de eerste drie Professor Layton's. Wat grappig. Oh, is het al zo laat? Sorry, lieverd. Ik dacht even dat je me in Uppie rond de wereld zou laten gaan. Lol, dat is Chelmy. Wat grappig. Eens even kijken. Waar willen we naartoe? Naar Scotland Yard. Daar zijn we dan, Scotland Yard. Dit gebouw is erg imposant. Ja, Scotland Yard is het hoofdbureau van de Londense politie. Zij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de hele stad. Ik hoop hier meer informatie te vinden over Targent. We hebben hier toch een enorm archief. Ze hebben hier toch een enorm archief, dus zal vast wat iets te vinden zijn. Professor, heeft iemand u die mevrouw bij de ingang al gezien? Oh, daar heb je haar weer, de Grosky-fan. Vermoeiend is zij. Hint muurtje, nice. Nou, daar gaan we hoor. De Grosky fan. Oh, inspecteur Grosky. Wat is het toch heerlijk om je aan het werk te zien in je eigen stad. Zo op je gemak, zo zelfverzekerd. Ik huiver bij de gedachte aan het gevaar dat er op de loer ligt. Maar ik weet dat je deze strikt geheime zaak zult kraken. Oh, sorry. Ik had jullie niet gezien. Jullie willen zeker lid worden van de Clam Grosky fanclub. Niet echt, mevrouw Hanna. Hanna, u bent de voorzitter van de inspecteur Grosky's fanclub, nietwaar? Vertelt hij u wellicht iets over zijn zaken? U wilt iets weten over Grosky? Ik weet alles. Bijvoorbeeld dat hij nu hard aan het werk is om een duistere organisatie op te rollen. Wat een spanning. De geweldige Grosky op een geheime missie voor gerechtigheid. Op zoek naar criminelen terwijl de stad slaapt. Oh. Zou dat vertrouwelijke informatie zijn? Nou, dan moet u deze puzzel maar oplossen. Of lid worden van de fanclub. Voor Scotland Yard. Oeh, wat is dit? Een jonge dame ontvangt een brief met een kist van haar heldhaftige vriend. Mijn allerliefste Hannah Bray. B. Hannah B. Ik heb het druk met Gaius vangen. Maar hier is een teken van mijn liefde. Ik hoop dat je het ontgrendelt voor ik je morgen weer zie. Oké. Okay. 10 lichten als 1 ster de... Wacht, hè? 10 lichten als 1 ster in de nacht onthullen mijn hart naar smacht. 10 lichten als 1 ster in de nacht... onthullen waar mijn hart naar smacht. Oké, liefst Clampy. Druk op de knopjes om de kist te openen. Even kijken. 10 lichten als 1 ster in de nacht. Ik denk dat we iets van een ster moeten maken. Waar kunnen we een ster maken? Oh, hier.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dit moet hem zijn. Yay! Dit is mijn antwoord. Nice. Ah, oh, jullie hadden weer het verkeerde beeld. Zo sad. Juist. Nou, volgens mij kan ik u wel vertrouwen. Ik hoop maar dat u kunt helpen. Er is iets gaande op het politiebureau en ik weet niet dat Grodzki zijn concentratie verliest. Volgens mij heeft het allemaal te maken met die geheime missie van hem. Oh, lieve Clamp. Je brengt de hele wereld in rep en roer, evenals mijn hart. Blijkbaar is Hannah geen haar veranderd. Ik durf te wedden dat inspecteur Grodzki van mijlenver kan ruiken. Ze zei dat op het politiebureau een drukte van belang is. Ja, ja. Dat baart me zorgen. Er is duidelijk iets significants gaande. Maar goed, laten we naar binnen gaan en zelf een kijkje nemen. Miauw, 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 miauw. Even kijken. Oeh. Hey, nice. Kijk eens aan, daar hebben we niemand minder dan professor Layton. Een goedemiddag, meneer. Hallo, agent. Wat doet u hier op een mooie dag als deze? U bent op zoek naar inspecteur Grodzki? Ik hoop eigenlijk dat ik de verslagen van Scotland Yard zou mogen bekijken. Kunt u mij daarbij wellicht iets van dienst zijn? Dat soort dingen bewaren we in het archief beneden, meneer. Maar sinds het is momenteel niet toegankelijk. Het spijt me, maar ik kan u niet verder helpen, professor. Misschien dat iemand hogerop uw toestemming wil geven. Iemand hogerop? Dus boven inspecteur Grodzki. Wie kennen we hier nog meer? De enige andere persoon die ik me kan bedenken is Regisseur Bloom. De spy. Oh ja, hij is toch een van de hoger geplaatste mensen bij Scotland Yard. Is deze man een vriend van jullie? Nou, hij is een beetje serieus, maar hij en de professor hebben een paar maanden geleden samen een zaak opgelost. Goed, laten we even vragen of hij aanwezig is. Als jullie Regisseur Bloom zoeken, dan hebben jullie geluk. Die zou in zijn kantoor moeten zitten. Dat is hier de gang door en dan aan de linkerkant, meneer. Dank u, agent. We kunnen meteen even langs gaan. Professor Layton, wat een verrassing. Hallo, rechercheur Bloom. Het spijt me dat ik Montador zo plotseling moest verlaten. Ik werd teruggeroepen naar Londen voor een dringende zaak. Deze stem wordt in Harry Potter games ook gebruikt. Geen probleem. Het is vast niet makkelijk om rechercheur te zijn. Ik moet toegeven dat ik het de laatste tijd verschrikkelijk druk heb. We zijn momenteel bezig met een nogal gevoelige zaak. De hele afdeling is in rep en roer. Maar goed, zeg eens, waar kan ik jullie mee helpen? Oeh. Een lichtje. Nog een lichtje. Een hintmuntje. Kijk. Nou, vertel eens. Ik neem aan dat u niet bent langsgekomen voor pre-praat. Dat klopt. We zijn op dit moment bezig met een onderzoek waarvoor we inzage in bepaalde verslagen nodig hebben. Het archief van Scotland Yard schijnt echter gesloten te zijn. Blijkbaar hebben we speciale toestemming nodig om het archief te bekijken. In uw geval heb ik daar geen enkel bezwaar tegen. Sterker nog, ik zou er zelf naartoe brengen als ik dadelijk geen belangrijke vergadering zou hebben. Ik zal de agent laten weten dat u daar naar binnen kan. Neemt u gerust de tijd. Dank u wel, dat is zeer behulpzaam. Geen enkele moeite. Ik hoop u snel weer te zien, professor. Wellicht kunnen we de volgende keer over archeologie hebben. Daar kijk ik naar uit. Als u me zou willen excuseren, heren, dames. Ha, dat was makkelijk. Kom op. Ik weet waar het archief is. Gewoon terug naar de lobby en dan de trap af.
Wat ruikt het hier muf? Er ligt hier overal stof. Haha, als je het niet aan kunt, mag je ook best boven blijven wachten hoor. Nee, ik laat me niet kennen. Ik zal deze documenten vinden voordat jij ze vindt, Emmy. Oh, is dat zo? Nou, ik ga die uitdaging ga ik aan. Dus, wat zoeken we eigenlijk? We weten dat Tarjin de hand probeert te leggen op Azraanse relieken. Dus we zoeken gerelateerde meldingen van diefstal. Oké. Maar deze archiefkamer barst van de verslagen. Het gaat eeuwen duren om alles te doorzoeken. Laten we het werk verdelen door ieder een kast voor onze rekening te nemen. Luke, denk je dat je het redt in je eentje? U kunt op mij rekenen, professor. Ik zal mijn kast extra nauwkeurig doorzoeken van boven tot onder. Aha, daar vertrouw ik op. Hey, puzzel. Wie laat die boeken hier zo rondslingen? Straks spreekt iemand zijn nek erover. Haha, gesproken als een ware opruimfanaat. Ik heb eigenlijk een hekel aan opruimen, maar het zit me dwars als iets niet op de juiste plek ligt. Dat is alles. Dat moet je niet zeggen. Opruimen kan best leuk zijn. Kijk maar eens naar deze puzzel. We gaan naar deze puzzel kijken. Boekenbende. Moeten we schuiven? Nee, we hoeven niet te schuiven. Oké. Deze bibliotheek heeft zo'n verwarrend systeem voor het neerzetten van boeken dat zelfs de bibliothecaressen, bibliothecarissen, kan ook, het vaak opgeven en de boeken in een karretje achterlaten. De cijfers boven en naast de planken geven het aantal boeken aan dat er in, die rij of kolom moeten staan. Oké. Sommige boeken vormen een serie, dus die kunnen alleen maar samen geplaatst worden. Je mag ze wel draaien. Oké. Kun jij de boeken zo rangschikken dat elke rij en kolom het juiste aantal boeken bevat? Oké. Dat kan ik denk ik wel. Hier moeten de 4. Ik denk dat die hier moet. Dan heb je die klaar. Hier moeten de 6 in. Zou je die al doen? Dan moet je er nog 3 hebben. Even kijken, hier moeten er 2 in. Dus dan zou je dit kunnen doen. Die zullen ook klaar zijn. En dan moet er in de volgende rij moeten er 2. Dit hoeft niet eens zeker. Zo, dit kan ook. Hier moet 5. Zo. Daar mogen 3 boeken en hier moeten 3 boeken. Ik wil even weten waar ik moet beginnen. Ik begin door de boeken te plaatsen en de planken waar het grootste aantal boeken moet staan. Ja, dat snap ik. Er zijn maar een paar plekken waar je de rode serie boeken geplaatst kan worden. Begin je daarop te... Ja, snap ik. Plaats een van de rode series op de tweede rij van boven. Zo ver mogelijk aan de linkerkant. Een andere verticaal in de hoek rechtsonder. Zodra je deze series op een plek hebt gezet, zou het vinden van de plek voor de laatste rode serie een stuk makkelijker moeten worden. Zo.
Ik denk dat die hier moet. Maar dat is een gok. Dat is een gok. Nee. Zo, dit moet 5 worden. Zo. Wat we ook kunnen doen, is deze hier neerzetten. Oké. Even kijken. De onderste rij is al klaar. Even memo. Die rij is klaar. En die rij is klaar. Nou weten we dat. Deze hier neerzet. Nee, dat klopt niet. Die kan daar niet. Dus nou, dat hoeft niet per se. Kut. Die had ik nog niet in mijn memo. Even kijken. Ik denk dat die hier moet. Dan zou je die hebben. Als je er hier één doet, zou je die hebben en zou je die hebben. Nee. Zo, dan zou je die hebben. Oh, hier kan er nog maar één. Dus dan heb je die gecomplete en die gecomplete. Nee, maar dat klopt niet, want dit moet er 6 zijn, want nu heb je die gecomplete. Maar nu is die nog niet gecomplete, even kijken. Wanneer je de rode series hebt neergezet, zoals in 3 aan, plaats je een blauwe series op de bovenste rij in de tweede en de derde kolom van links. Ja, dat heb ik gedaan. In de tweede en derde. Daarna kun je nog een blauwe serie verticaal kwijt in de tweede kolom van rechts. Ja, die kan hier of die kan daar. Als deze op een plek staan, is het slechts nog een kwestie van de rest van de boeken op de planken zetten en de bierpier netjes uit te laten zien. Derde kolom van links. Daarna kun je nog een blauwe serie verticaal kwijt in de tweede kolom van rechts. Maar
Die kan zowel hier als hier. Even kijken. Die is complete. Als je dit zo laat staan, zou die ook complete zijn. Die is complete. Ah, oké, wacht. Deze moet volgens mij hier staan. Dan is die niet complete. Oké. Ja, die onderste lijn heb ik ook al. Dit moet sowieso vol te komen staan. Dus je zou bijna zeggen dat die wel zo moet. Die klopt nu in ieder geval. Ik kan er hier een neerzetten. En dan is die klaar en die klaar. Hier ook nog eentje neerzetten en dan is die klaar. Yeah. Volgens mij moet die zo. Oké, daar gaat hij dan. Oh nee, echt? Snap er niks meer van. We gaan even kijken wat ik fout doe. Oh, er staan er hier nu drie. Wacht, die moet hier weg. Die moet hier. Woepsie bloepsie. Ik ben benieuwd. Ik had hem verkeerd neergelegd. Niks aan de hand. Oké. Dit was een puzzel waar ik lang over heb gedaan. Maar dat geeft niet. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dan duimpjes omhoog. En dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering. Adios, amigos.